De voorgaande drie wedstrijden verloor GVVV en de drie die daarna vooraf gingen werden gelijk gespeeld. Kortom, GVVV onder de wolf wil in het slotduel van dit seizoen in ieder geval met winst deze competitie afsluiten. Het is de eerste minuut van de wedstrijd en de eerste tegenvaller kan worden genoteerd voor de ploeg uit Veenendaal, want het staat 0-1. En de doelpuntenmaker is Soares Fonseca. Hij wordt nog een beetje in de weg gelopen door de medespeler, maar hij puntert de bal in de verre hoek buiten bereik van doelman Jansen. Een van de twee Jansens onder de lat vandaag, want Johan staat onder de lat bij GVVV en Brian bij Jong Sparta. En Brian ziet zijn ploeggenoot Breedijk geel krijgen van scheidsrechter Bijl. Er is een overtreding gemaakt op een speler van GVVV en dat leidt tot deze vrije trap. En daar moet Brian Jansen in actie komen. En dat doet hij voortreffelijk. De vrije trap ingeschoten door Murat Marbou. We zitten nog steeds in de beginfase van de wedstrijd. Jong Sparta is sterker. Kende een moeizame eerste seizoenshelft. Herstelde zich zo rond de winterstop met een thuiszege tegen dit GVVV. Dat duel eindigde in 3-1. En is hier onderweg via Felicia naar 0-2. Maar die raakt de paal buiten bereik van Johan Jansen. Felicia samen met Duarte. Ieder staat op 12 goals. Gedeeld topscorer van de ploeg uit Rotterdam. Komt hier op zijn 13e. En zet Sparta op een 2-0 voorsprong. Sportpark Panhuis stil. Aan het rode deel van het sportpark waar Dovo voetbalt gaat men zich opmaken voor de nacompetitie. Maar voor de blauwe GVVV is het gewoon rustig het seizoen uitspelen. Maar als het even kan natuurlijk wel met een goed resultaat. Maar dat goede resultaat dat komt steeds verder en verder uit beeld. Want dit is 0-3. Het is nog steeds de eerste helft. De goal komt op naam van De Winter en de man van de assist Veenhoven herstelt ondertussen van een blessure die hij opliep. Maar ook nu, evenals bij de vorige goal, is de assist van groot belang. De Winter maakt het goed af, zet Jansen op het verkeerde been en scoort simpel. 0-3 is ook de ruststand. Dit is het begin van de tweede helft. Ter Voert met de rug. Dat mag ook. Hij scoort voor GVVV. Hij doet iets terug. Komt met zijn treffer op 11. Daarmee op gelijke hoogte met de topscorer van GVVV tot aan vanmiddag. Dat is Mulder. Die staat ook op 11. Maar de spits die vertrekt naar Katwijk maakt in ieder geval een treffer voor de ploeg uit Veenendaal. Sparta blijft beter, is sterker. Probeert het hier via Soares Fonseca van afstand. En het staat 1-4 en zo heeft die tegentreffer van GVVV nog geen 40 seconden op het scorebord gestaan. Of Sparta vergroot het gaatje weer naar 3 goals. En op Jong AZ na scoort Sparta het meest van allemaal. En scoren is een probleem voor de thuisploeg. GVVV tot aan vandaag slechts 49 treffers. Hier krijgt Ter Voert een duwtje en Bijl besluit tot een strafschop. En dit alles in de beginfase van de tweede helft. Een uitgelezen mogelijkheid voor Ter Voert om zijn totaal naar 12 te tillen. Vanaf 11 meter een kansloze doelman Jansen. En het staat 2-4. Het publiek heeft oog voor van alles en nog wat, maar inmiddels wat minder voor de wedstrijd. Iedereen realiseert zich dat dit een wedstrijd is die er eigenlijk niet meer toe doet. GVVV probeert het wel, komt hier bijna op 3-4. Dan had het nog spannend kunnen worden, maar deze bal verdwijnt voorlangs. Komt van de voet van Mulder. En dan belanden we in de slotfase met een ongelukkige botsing. Bijl besluit te laten doorspelen. Sparta heeft de bal. Zo wordt de aanval opgezet. Soares Fonseca, dit ziet er wat ingewikkeld uit, maar het leidt wel tot een vrije schietkans. En het is 2-5 via De Winter die zijn tweede maakt van deze middag. Sparta uiteindelijk zet op een 2-5, dat is een grote uitslag. En waar GVVV het einde van het seizoen eigenlijk wat treurig ziet verlopen, geldt voor Sparta. Terwijl deze heren inmiddels al spreken over Sparta 1 en Feyenoord 1, dat Jong Sparta de enige overgebleven ploeg is na dit seizoen in de tweede divisie.